Behind the scenes van januari, natuurlijk wat later, omdat ik ook natuurlijk vakantie vier. En zoals ik al had voorspeld, zijn een aantal updates die dus deze maand komen. Waaronder dus de bosbed. Ja, hè, van iedere bos komt er dus een bed. En dat is dan een rare drop en zo. De drop table rework had ik dus niet verwacht. Dus er zijn van een aantal monsters zijn er gewoon nieuwe. De drops zijn een beetje aangepast, wat ook meer logisch is dat ze dat droppen. Zonder daarvan jellies, tussentels, waterfines vallen eronder. En nog heel veel meer. Hat en Scroll komen terug. Net als ieder jaar eigenlijk. Gewoon over hetzelfde. Nu komt er dus een speren en helm in erbij. En de post update. Ja. Gewoon drie nieuwe storylines. Wat er eigenlijk samen één wordt. Agility, Dungeoneering, Divination zijn het skills die voor nodig zijn. Allemaal level 90. Er komen ook nieuw equipment. Een level 85 dual wield weapons voor melee, magic. Oh, is het alleen melee en magic? Oké. En dan komt ook een nieuwe scrimshaw voor fishing. Dus nieuwe scrolls te vinden. Je kunt ook nu verder op je ports upgraden. En je kunt waarschijnlijk dan ook player on ports doen. Niet vanuit je ports. Dus je kunt zeg maar hier nu player on ports doen in principe. En in het binnenkort zie je ook natuurlijk Runelabs, een manier dat player suggesties ook als update komen. Dus een heel systeem erachter, maar dan meer, dat minder op forums moeten kijken, dat er echt populaire forum ideeën of ideeën überhaupt voor rond. Oh, dat is leuk en zo. Dan gaat naar Jagex, dan komt het terug, komt misschien in een poll system zoals we die kennen, en dan wordt het misschien een update. En dat was het een beetje voor deze maand. Succes!